Het was zweten onder die lampen ook nog. Maar hey, ik hoefde dan maar één liedje vol te houden. De man naast mij, die heeft dat al meerdere dagen ook gedaan. Dat is Bart Wouters. Hoi. Ja, zeggen we dan maar gewoon weer een hele goede avond. Dankjewel nogmaals dat ik gisteren even zoete inval mocht doen bij Jazz Connection. Luister, dat vinden wij bij Jazz Connection altijd leuk. Ik zag een nieuwe drummer trouwens. Dat klopt. Achter de kit. Dat klopt. Primeurtje. Ja, we hebben een nieuwe drummer. Michel Robert van Kalmthout. Robert van Kalmthout. Ja, leuk hè. Ja, en er was ook zijn doop en die was gewoon op Breda Jazz. Ja, precies. En dat is ook eigenlijk voor ons de enige zinnige plek om zo'n primeur te doen, hè, op het Breda Jazz Festival. Nou, daarnet heb je ook alweer gespeeld, want wat je doet is niet alleen voorzitter zijn en van hop naar herrennen natuurlijk, maar ook heel veel spelen zelf. Ja. Maar ik wil nu even gewoon jouw voorzitterspet op voor deze Breda Jazz, Bart. Prima. Want heb je al iets van aantal bezoekers of zo? Hoe snel weet je dat of dat dit drukker was dan vorig jaar? Nou, het was niet drukker dan vorig jaar. Kijk, we hebben geen tellers aan in alle straten staan, dus wij... We weten niet, ik bedoel, het is geen exacte wetenschap. Vele 10.000 bezoekers per dag. En als ik vraag altijd diverse mensen, hè, vanuit verschillende hoeken, van nou, hoe is jouw beleving? En donderdag was echt gewoon een ouderwets drukke dag. Mm-hmm. Vrijdag, wat traditiegetrouw een wat rustigere dag is, hè, dat is ook gewoon weer een werkdag. Maar was drukker dan afgelopen jaren, dus dat was leuk. Zaterdag was... Ook gezellig druk, s'avonds wellicht ietsjes rustiger, is een geluid wat ik toch regelmatig hoorde. Maar ja, nou ja, goed, je was er zaterdag. Ik heb gezien, ja hoor, druk zat. Genoeg mensen. Ja. En vandaag, ondanks het warme weer, toch echt heel gezellig druk in de stad. Dus wat moet je dan zeggen? Ja, we zeggen al vele 10.000 per dag. Ik kan er een cijfer aan hangen, een getal aan hangen. Maar inmiddels is het toch 250.000? Nou, nee hoor, dat hebben we niet gehaald. Nee, okay. Dat hebben we niet gehaald. Maar ik denk tussen de 175 en de 200.000 man, daar komen we wel aan. En nou, dat is al gezellig genoeg, vind ik, in een binnenstad van Breda. Hoe sluit je dan af? Want het was voor jou redelijk rennen om dan nog de Jazz Talk Studio te halen. Want dat is ook, net zoals de opening is een traditie, een ceremonie, sluiten ook. Ja, het slotconcert. Ja, dat is, en iedereen is er welkom, maar er is altijd een clubje intimie die dat weet, die er is. En er zit nog steeds het zaaltje vol in de avenue, in de Waterstraat. Daar komen nog één keer dan een keur van de festivalsolisten samen. Daar spelen we een paar liedjes nog ter afsluiting. Wat daar altijd gebeurt is dat er dan de Kobe Award wordt uitgereikt. Hè? Dus de prijs... De vriendschapsband met Kobe, met Japan. In Japan. Ja, dus die is uitgereikt. En dan nemen we gezamenlijk afscheid van het festival met een We'll Meet Again. Ja, Fairlin wordt dan even gezongen. En dan vloeien echt traantjes. Ik zit nu al 11 jaar in bestuur en ik heb het al 11 jaar niet droog gehouden. Dat is toch heel raar. De rest van het jaar kan het al best goed, maar daar niet. Ja, heel gek. Is dat dan misschien ook, ik wil er niet aan afdoen aan hoe mooi het moment is, maar ook een beetje vermoeidheid? Tuurlijk. Ja, tuurlijk is er ook vermoeidheid. Maar ook wel... Gewoon de trots en de blijdschap dat je dat gewoon met zoveel mensen voor elkaar hebt gekregen. Ja. Dat is supermooi. Ja. Hoeveel uur heb jij geslapen de afgelopen dagen? Nou, ik denk gemiddeld 4 uur per nacht. Oh, ja. Nou, oh ja. Vandaar de koffie ook hier zo. En, die heb ik al meteen omgestoten. Sorry. Ja. Ja. Hoe ziet morgen er dan uit, meneer de voorzitter? Gewoon telefoon uit. Je weet het, Bart is 24 uur Nee. Het gaat toch nog wel even door. Ik heb met mijn collega bestuurder Willem afgesproken dat we deze maand ook echt gebruiken om meteen door te pakken. Ook richting richting onze sponsoren, maar ook een aantal gegadigden die echt hun interesse voor het 50ste festival hebben uitgesproken. Dat moet natuurlijk geëvalueerd worden. Maar even heel korte termijn. Morgen word ik dan nog in het hotel wakker. Dat is dan nog lekker. Mm-hmm. Even ontbijten, spulletjes pakken, terug naar huis. Morgenavond gewoon weer spelen. Dinsdag gewoon weer werken. Ja, dat wordt dan de hele grote schakeling. Ja. En zo hobbelt die week weer door. En weet je. Respect. Het uiteindelijk, zo'n organisatie van een festival gaat een heel jaar door. En we mogen dan in de zomer 3 weken, 4 weken op vakantie. Hè, dat hoort er gewoon bij. We zijn allemaal vrijwilligers. En officieel, laatste week augustus, starten we dan de hele organisatie weer op. Maar dan moeten alle evaluaties en de dingen die voor zo'n opstart gebeuren, moeten dan al gedaan zijn. Hey, straks praten we nog even door. Ja. Volgend jaar dan is het goud.
Ja, 50ste editie op Bart. En ben ik benieuwd wat je andere podia wil. Überhaupt, we hadden er, de kaart zag er een beetje anders uit met de plattegrond, met wat andere plekken ook nog. Ja. Bijvoorbeeld Hotel Nassau is zo'n nieuw podium erbij. Klopt. Heb je hem zelf kunnen bezoeken? Ja. Had je er tijd voor? Ik heb hem 2 keer bezocht en ben er 1 keer langs gereden. Dat laatste was de eerste keer dat ik er langs reed. En ja, ik vond het een fantastisch mooi initiatief, die Jazz Boulevard bij Hotel Nassau. En ik wist eigenlijk niet goed wat ik ervan kon verwachten. Zouden mensen daar wel naartoe gaan? Ja. Nou was de programmering op dat podium best sterk. En ik reed daar langs in een busje met mijn spulletjes onderweg. En ik zag daar een ik weet niet eens welke band het was, maar ik zag vooral een heel vol plein. Ik had echt zoiets van, yes! Mooi, gelukkig. Gaaf. Ja, zeker. Want dat is voor Hotel Nassau leuk, maar dat is natuurlijk voor ons als organisatie ook fantastisch. Want dat betekent dat we daar volgend jaar gewoon weer mee door kunnen. En ook dat wellicht wel weer wat uit kunnen breiden. Who knows? Breda Nu.